Vorige week in Dwars door Rijnmond zag u hoe Frank en Dirk gedropt werden op Goeree Overflakkee. Het is geen Rotterdam-Zuid. In Dirksland leerden ze schaatsen slijpen en vonden ze een slaapplek bij Hilda, Wim en hun zoon Jelle. Na een heerlijk maal kregen ze ook nog een privéconcert voorgeschoteld. Zou deze aflevering weer net zo bloedstollend muzikaal worden? Goedemorgen. Dat was lekker slapen. Ja. Buiten vriest het, maar binnen is het goed toeven. Al doet het pijn om net als zo'n Jelle te moeten vertrekken. Hilda geeft gelukkig nog een laatste portie liefde mee. Ja. Zo jongen, pijn. Dankjewel, super. Ja. Dat was echt geweldig. Dit is echt mijn soort land. Nee, dit was wel leuk. Wil je muts anders even op? Ja. Het is maar min 10 graden ongeveer. Ik hoor je zo slecht, want die wind is zo hard. Het is alsof er iets staat te gebeuren of zo. Wat is dit? Hallo helden, hallo Frank en Dirk. Hier spreekt koning Winter. Hebben jullie lekker geslapen vannacht? Ik wil dat jullie naar Puttershoek gaan. Daar breien jullie je eigen sjaal en muts. Zie daarna onderdak te vinden bij de beste erwtensoepmaker van het dorp. En maak zelf ook een lekkere kop. Frank en Dirk, succes! Ah, mooi. Hoekse waard? Goeie sjaal maken. Goeie sjaal. Of wil je liever een muts maken? Ik heb liever een sjaal. In één dag een muts is trouwens best wel pittig, denk ik. Maar we gaan ons best doen, mooi. Puttershoek. Van Dirksland naar Puttershoek. Zo'n 50 kilometer. En als het al zo lang duurt om een sjaal te breien, dan kun je er maar beter zo snel mogelijk zijn. Liften dus. Dat was weer die ouderwetse Dirkslandse vriendelijkheid. Bij het zebrapad gaan ze wel stoppen in elk geval. Toch? Ook niet. Rotterdam-Zuidplein, dat is een beetje waar we heen moeten. Ja, maar dat doen we niet aan, hè? Nee. Dat is wel jammer. Tjew, een wegwerpgebaar. Hé, hey, en als we nou wel daar bij de supermarkt gaan staan en gewoon die mensen vragen, want er stopt helemaal niemand. Beste dorstige man, mag ik u wat vragen? Wij moeten eigenlijk richting A29 en hoger, Hoekse Waard, maar in de kant eigenlijk eerst van een beetje van Rotterdam. Gaat u die kant toevallig op? Nee, ik woon Herkingen toe. Oh nee, ik ga niet die kant op. Nee. Ja, wij stonden net daar te liften, maar ze zijn niet zo enthousiast. Nee, dat klopt. Het zijn een beetje botte mensen hier. Komt hier niet vandaan? Ja, dat weer wel. Maar dit dorp is best wel een beetje... Dus je geeft ons niet zoveel liftkansen? Nee, ik ben bang van niet. Nee. Zo, we schrijven seizoen 2, aflevering 2. En het is Frank en Dirk voor het eerst niet gelukt om een lift te vinden. Dirksland ziet onze vrienden duidelijk liever gaan dan komen. Maar even wegbrengen, maar. En dat verbaast u niet? Nee, dat verbaast me weg. Ja hoor, tuurlijk. Zoek maar een excuus voor jullie gebrek aan liftend vermogen. Nou ja, de reis wordt ingezet per bus. De laatste keer dat ik met de bus ben gegaan was naar Blanes. Ja, en nu dus naar Puttershoek. En snel een beetje, want anders krijg je dat breiwerk echt nooit op tijd af. Eindelijk. Het is belangrijk dat we onze tijd in Dirksland emotioneel ook af kunnen sluiten. Dat zal niet heel moeilijk zijn. Nee. Nee, hoezo niet? Ja, nou, ik had niet het gevoel dat er een klik was tussen Dirksland en ons. Ja. Op Hilda na. Ja, Hilda is de bloem. En Bas. Hilda is de bloem van Dirksland. Ja, en dan is de rest een dorre woestijn. Op naar de bejaarden, man. Bejaarden breien. En dat zijn de mensen met ervaring die kunnen ons leren hoe dat gaat. Ja. Het leven. Nou, het is toch doorhalen, overslaan, insteken of zoiets? Ik wil niks weten van jouw erotische escapades. Oh, nee, maar nee, dankjewel. Hup, snel naar het bejaardenhuis. Is hier het bejaardenhuis toevallig? Ja, zeker. Denkt u dat er mensen zijn die ons kunnen leren breien? Die zijn er wel. Wie moeten we hebben? Mevrouw Nouwe. Mevrouw Nouwe. Mevrouw Nouwe? Heel goed breien. Ja. En vindt ze het ook leuk, denkt u? Vast wel, denk ik. Of niet? Ja. Ja, heeft ze ook een beetje tijd? Ja, ze heeft altijd tijd. Ze zitten hier allemaal. Het was vraag naar de bekende weg.
Frank en Dirk worden in volle draf naar mevrouw Nouwe geëscorteerd. Met dank aan Ada, de verzorgster. Om uiteindelijk oog in oog te staan met de breikoningin van Puttershoek. Ik ben Frank, hallo. Dit is mijn vriend Dirk. Dag mevrouw Nouwe. Kijk eens Dirk. Zie je ze? Breinaalden. Nou, mevrouw Nouwe. We gaan beginnen. Wat doen we? Zet nou eerst dat ding eens weg. Nee, sorry hoor. Insteken, omslaan, doorhalen, afletten gaan. Ja, maar ik vind het wel moeilijk om hem op mijn vinger te houden. Zie je het? Ja, zie je het, ik zit er bovenop. Nou, hij valt er bijna af. Je moet toch zo te tabben, man. Doet hij nou eens niet zo lang, die nijl? Dat put vind je de punt maar nodig. Wat een zenuwachtig werkje. Ik heb het bloed heet. Die bruinhebben, die kleven gewoon. Zo zit hij te zwerpen. Mama, wat leren, het is wat, hoor. Ja, maar die naalden zijn veel te dik. Nee, die zijn precies goed ervoor. Ja? Nee, je hebt een verkeerd vast. Dat heeft toch nog niet gedaan? Jawel. Maar ik ga zo snel dat u het niet bij kunt houden. Ja. Hoppakee, joh. Huppakee. Zie je zo, nou wel, hè? Nee, maar... Zo. Nou, hij kent het. Ja. Hij kent het, hoor. Oh, en zo snel ook. Kijk, zo moet het. Dit zijn handen met bijna 85 jaar breiervaring, want mevrouw Nouwe breidt al vanaf haar zevende. Ik moest wel eens sokken breien. En dan deed mijn moeder een bolletje wol. En dan deed mijn moeder er een stuiver in of een dubbeltje. En hij dat dan opgebreid had, die bollen, nou, een dubbeltje verdiend. Ja? Ja. En dan ging je hard op les, hoor. Ja. Dan was je bijna een dubbeltje kreeg. Ja, echt, ja, zo ging het. Oké. Zo was onze jeugd. Zo, mooi. En die was goed. Mooie verhalen, maar die sjaal of muts of wat het ook eigenlijk moet worden, die komt niet af vandaag. Wel heeft mevrouw Nouwe nog een andere sjaal liggen, maar die gaat net als de andere gebreide kleren naar kinderen in Roemenië. Frank zou graag willen helpen, maar er moet nog ertessoep gemaakt worden. Maar waar? Veerhuis. Oké, op naar het veerhuis. Jongens, wilt u een kus of alleen een hand? Zeer aangenaam. Mag ik u een kus geven? Net zo u wil. Nou, dat wil ik wel. Terwijl Frank en Dirk emotioneel afscheid nemen van de breikoningin, heeft het personeel in het bejaardenhuis even rondgebeld en al een slaapplek geregeld waar ze sowieso terecht kunnen. Adres verzekerd, hoe komen ze weer aan die mazzel? Maar eerst ertessoep in het veerhuis. Koninginnenbrug. Mooi. Ah, dit is wel echt schattig. Kijk nou. Ik zie het al staan, hoor. Oh, dat gaat hier niet open. We moeten er omheen, denk ik. Waarom zou het dicht zijn? Ik weet niet of je van plan was ertessoep te maken. Sorry? Nee. Oh jee, daar gaan we. Daar gaat de pitbull. Hier! Donder. Schop je voor een donder. Nou. Ah, kijk, mooi. Dank u wel. Kijk, de aanhouder wint en ze worden toegelaten. En nog door een naamgenoot ook. Dirk! Voel die chemie. Maar hoe je paletjes ben je een tijdje bezig? Ja, wat dan? Ik nou de spullen zou gaan halen, nu. Ja. Nu is het verhaal 5. Ja. En ik ga beginnen. Dan heb je het niet eerder als... Nou, dat was zeker 12 uur, 1 uur. Dan ga ik je ontredden. Dan zit je nog een tijdje hier, of niet? Nee. En dan ga ik daar echt niet aan beginnen. Nou, lekker is dat, zeg. Die ertessoep zit er dus helemaal niet in. Gelukkig heeft Dirk voor Dirk nog wel een eenvoudige, korte uitleg van het recept van de allerspeciaalste ertessoep van de wereld en de Hoekse Waard. Je begint met de kroonzalderij. Ja. Want die is het hardste. En de winterpee. Eerst opkoken. De peterselie en de zalderij ga je hakken. Afgieten. Laten pruttelen. Dan gooi je de ert bij. En lekker laten pruttelen een paar uur. Pruttelen. Pruttelen. Zeggen, die bal die hij op zijn rug hebt, ja. Dat is een kern. Ja. Die zit in de midden. En altijd blijven roeren. Roeren, 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 pruttelen. En nog eens 1000 keer roeren, pruttelen. Roeren, roeren, roeren. En als je dan niet in het roeren bent, dat het niet uit elkaar hoeft roeren, ja. Is de soep de andere dag zo zuur als een hengst. Blup, blup, blub, blub. Dan kan je een beet pakken. In de rilput. En weggooien. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kortom, je kunt maar beter de raad van Dirk volgen. Maar ja, ons luisterrijke tweetal komt weer eens rijkelijk te laat. Maar het is een heel intensief werk hier. Ja, oké. Okay. Nou, mag ik je toch hartelijk danken? Ja, tuurlijk mag dat. Yes. U ook bedankt.
Mensen, adios. Hoi. Daddy. Ik denk dat koning Winter beter moet nadenken over zijn opdracht. En over het tijdsbestek wat we hiervoor krijgen. Het echte pijnpunt is dat je weet dat Dirk een klasse apart is als het gaat om het ertessoep maken. Dus we zijn op de juiste plek, op het juiste moment. Nee. Maatje Winter. Ja, maar niet echt het juiste moment, zou je zeggen. Nee, het onjuiste moment, maar wel het juiste moment. Ja, ja. Om toch nog ergens te overnachten, wordt de hulplijn ingeschakeld. Monique met Dirk van Rijnmond. Nou, op zich kwamen we in het veerhuis in goede aarde. Alleen, het was niet te verwezenlijken gezien de tijdsduur van het maken van ertessoep. Jij dacht het al. Nou, ze komt ons ophalen. En omdat het een heel end is van Puttershoek Noord naar Puttershoek Zuid, doden de mannen de tijd met een boottocht. Aangeboden door Govert. Kwam u voor ons deze kant op, nee toch? Is het daar leuker of hier? Ja, dan blijven we hier. Ja, jij mag gewoon mee. Nee. Ja, jij mag dat? Even heen en weer. Maar daar is gastvrouw Monique. De hoogste tijd voor de bijna allerbeste ertessoep van Puttershoek. Terwijl buiten de pannen van het dak vriezen, genieten Frank en Dirk van de liefde en warmte van hun nieuwe familie. Frank en Dirk zetten hun lievelingsprogramma op. Succes verzekerd, denken ze zelf. Ja, ja, gezelligheid met de hoofdletter G. Zuid-Beierland, je kan iets kopen. Ja. Ben je kopiste? Ja, ben ik tegenstander van jou. Oh, ga je afmaken? Nou. Nee, dat is er niet hoor. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. En volgens mij ben jij wel een beetje een valsspeler. Nee. Jawel. Echt niet. Jij bent een valsspeler. Nee, dat klopt. Nou, alsjeblieft, stik er maar in. De hele familie zit ons hier kapot te maken. Ja, je hoort het. Het is berengezellig. Maar aan al het goede komt een eind. Ook aan deze warme familieavond. Ver weg. In Rome zat keizer Augustus in zijn paleis. Het bevel van de keizer ging uit over de zee, ook naar het land waar Jozef en Maria woonden. Die nacht werd Maria's kindje geboren. De herders haalden diep adem. Ze vonden hem in een voerbak op een plek waar de dieren sliepen. Mooi hoor. Heeft Dick het mooi voorgelezen? Wel rusten, hè? Wel rusten. En zo nemen Frank en Dirk afscheid van hun kleine zusje Jadidja. Uitgelezen en uitgeteld. Maar ze zijn pas op de helft. Wie weet waar koning Winter ze volgende week naartoe brengt. Tot dan, als je het emotioneel nog aan kunt tenminste. Ik niet. Wat rusten.